Louis, er gebeurt wel iets heel bijzonders hier vandaag. Ja, dat klopt. Ja, dat is een Vlaamse schuur, zoals je hier ziet. En ja, die is van de buurman nou hier een andere buurman verhuisd. Nou, vanmorgen. Zou je iets over de schuur willen vertellen? Hoe die hier is ontstaan? Wat is het verhaal erachter? Ja, dat kan. Die schuur die is gebouwd in 1946, 1947 door mijn vader. En de benaming van die schuur is officieel een Vlaamse graanschuur. En vroeger heb je nog veel gezien dat mensen met granen, dan bouwden ze meten. Hè? Die zagen ze overal staan, ja, dat hebben jullie niet meer meegemaakt. En mijn vader heeft toen gekozen voor het bouwen van die graanschuur. En die broer van mij, die heeft in de tijd de boerderij aangedaan en die heeft die schuur netjes onderhouden. Wel wat aan verbouwd, maar eigenlijk zoals hij historisch gebouwd is, is hij precies hetzelfde gebleven. Er is een stichting Brabantse boerderijen, die is gevestigd in Geertruidenberg. En die ondersteunt het behoud van oude boerderijen. En al wat daarmee aanverwant is, zeg maar. Dus ook zulke schuren. Een zoon van ons, die heeft met ons Jan overeengekomen. Nou, de schuur, die gaan we verplaatsen en dan blijft die mooi intact. Nou zou het mooi zijn als er ook nog dezelfde stijl een schuur erbij geplaatst zou worden. En die heeft hij gevonden hier bij de buurman. Wat gaan ze nou met de schuur doen nou dat die hier staat? Nou, die wordt gebruikt voor ontspanningsruimte. Klein beetje historisch aankleden van binnen. Met wat handgereedschap, klein gereedschap en dergelijke. En waarom is de verhuizing op deze manier gedaan? Want je had ook kunnen afbreken om nu kunnen opbouwen, maar het is echt met zo'n grote kraan verhuisd. Ja, dat klopt. Kijk, je kunt hem wel afbreken, maar dan is het toch zo, daar heeft het toch wel wat van te leiden. Nou gebeurt er niks mee. Je kan zo nog wel 100 jaar mee, misschien wel een paar 100 jaar. Als je zo onderhouden wordt, dat verslijt niet.